We staan bij drukkerij Dijkman in Diemen, vlakbij Amsterdam, waar de redactie van het Financiële Dagblad is gevestigd. Het is 11:50. De pers draait als een zonnetje. En er komt een prachtige krant vanaf, de Berliner krant voor het FD. Een journalistiek sterke krant, waarbij we de journalistieke inhoud op de voorpagina heel goed kunnen presenteren. Voorpagina, het hoofdonderwerp, het nieuwsonderwerp van de dag, de etalage, het nieuwsoverzicht waar je snel het nieuws kunt scannen. Het nieuwsonderwerp van de dag werken we uit op pagina 2 en 3. Je ziet hier de zogenaamde snelbaan waar het korte nieuws goed in vermeld staat, ook goed scanbaar. Ik blader even door naar de achterkant van het eerste katern. Daar vinden we het profiel van een betekenisvol, interessant mens in het nieuws. Vandaag de nieuwe zakenvrouw van het jaar. Het tweede katern gaat helemaal over ondernemen, het bedrijfsnieuws. Ook daar werken we een aantal onderwerpen heel nadrukkelijk uit. En dan bladeren we door in het tweede katern. En dan komen we op een gegeven moment na een heleboel bedrijfsnieuws en een heleboel verhalen over ondernemerschap bij de afdeling beurs. De columnist van vandaag, een groot verhaal over een belangrijk onderwerp. En hier Beursplein, eigenlijk het dashboard voor de actieve belegger, waar het FD alle ins en outs van de beleggingswereld goed op een rij zet. Ten eindigen met de koerspagina's en dan hebben we hier nog Beurs Pro, waar we helemaal inzoomen op de wereld van de beleggingsprofessional. En dan sluiten we af met een felicitatieadvertentie en die is op zijn plaats.